Welkom terug op Valkenswaard, waar de rijders klaarstaan voor de A-finale. De regen komt met bakken uit de hemel. Verschillende mensen staan op verkeerde banden, willen niet starten, maar de wedstrijdleiding besluit om te starten. Wat doet rechtsonder in beeld? Jos Kuipers met start nummer 4. Wat een waanzinnige start van Kuipers. Jos Kuipers, rechts in beeld, richting de eerste. Oh, zo belangrijke bocht. Komt er een tikje rechts in beeld bij Wengingroet. Met nummer 12, die begint te glijden. Wat gebeurt daar? Oeh, voorzichtigheid bij iedereen. Hunsbeth krijgt een tikje. Heel onoverzichtelijk wat daar gebeurt. Nogmaals de start, onder in beeld, Jos Kuipers. De blauwe Peugeot van Payet zit te knoeien bij zijn start. Staat op verkeerde banden. Dan richting die eerste bocht. Rechts Jos Kuipers. Brutale start, dat doet hij goed. In het midden zit Wemmingroet, die begint nu te glijden bij het aanremmen. Heel licht tikt hij tegen zijn rempedaal. Krijgt een tikje van Kuipers. Begint dan te glijden, mooi ballet. Hans in het rood, Hunsbeth met nummer 9. Dan komt Kuipers aan de binnenkant. Komt Hunsbeth in tweede positie in aanraking met Wemmingroet. Krijgt er een tikje van Kuipers. En is de vraag wat er dan bij het inrijden van de Stig Blomqvist-straatje gaat gebeuren. Hier gezien vanuit de auto van Wemmingroet. Glij. Hansen, Hunsbeth, dan komt Wemmingroet zo meteen weer terug op de baan. Dat doet hij knap. Maar wat gebeurt daarachter? Wemmingroet komt terug in laatste positie. Daarvoor zit volgens mij Koekni, die via de B-finale doorkwam. Hoe ziet het er vanuit de auto van Jos Kuipers uit? Hansen, Hunsbeth, Kuipers. Hier komt het tikje van Kuipers naar Hunsbeth. En dan heeft Kuipers die brutale start die hij eindelijk een keer genomen heeft. Hij zit jarenlang te wachten op zijn overwinning. Hij rijdt al jarenlang heel mooi, heel perfect. Maar die brutaliteit die hij niet durft, want hij heeft respect voor zijn materiaal, heeft hij nu wel. En dat doet hij verdomd goed. Hansen, Kuipers, Palier, Hunsbeth, Koekni, Wemmingroet. We rijden 5 rondjes hier in de finale. Hansen nog steeds aan de leiding. Het is spek en spek glad. De winnaar van de laatste 2 edities, Jean-Luc Payet, rijdt op positie nummer 3. Wat daarachter gebeurt is leuk voor het publiek. Dat glijdt, dat welt, maar het is niet snel. Kan Jos Kuipers een aanval in gaan zetten op Kenneth Hansen? Dat zou een regelrechte sensatie zijn. Het gaatje blijft tijdens de eerste 2 rondes gelijk. Jean-Luc Payet probeert aan te dringen bij Jos Kuipers, maar dat lukt niet. De laatste 2 rondes worden beslissend. Wat doet Jos Kuipers? Jos Kuipers komt beetje bij beetje dichterbij. Kijk, hier snijdt hij af. Dat zijn die momenten waarop Kuipers inderdaad vol aan het rijden is. Maar komt Kuipers dichter bij Hansen? Het antwoord is nee. Terwijl Koekni en Wemmingroet vechten om de laatste EK-punten, is het Kenneth Hansen. Kijk hoe gigantisch glad het asfalt is geworden in Valkenswaard. Nogmaals, het is een van de zeldzame regenbui die deze zomer gevallen is. En dan wordt het asfalt zo vies glad dat je een goed coureur moet zijn om je auto op de baan te houden. En Hansen kan dat. En Kuipers komt dichterbij. En Kuipers komt veel dichterbij. Kuipers kruipt in die laatste 2 rondjes naar Hansen toe. Maar is het genoeg om een alles of niks aanval in te gaan zetten op de leider in het Europees kampioenschap, Kenneth Hansen? Hansen versus Kuipers. Wie had dat verwacht? Maar Hansen kruipt in de laatste ronde weer verder weg van Jos Kuipers. En dus wint Hansen in Valkenswaard voor Kuipers, Payet, Hunsbeth, Koekni en Wemmingroet. Leider in het EK, Hansen wint en verstevigt zijn leiderspositie in het EK. En is theoretisch zo goed als zeker als kampioen van Europa voor de 11e maal. Jos Kuipers kan een goed feestje gaan bouwen. Hij wordt keurig tweede. En dit is het feestje van Mr. Rallycross Rally Racing, Kenneth Hansen. I put my car early on the grid, so I thought I have some dry meters there before in front of the others. So perhaps I had a little advantage, but you never know. Mooie autosport in Valkenswaard. Jos Kuipers kruipt door zijn tweede plaats naar de eerste 3 in het kampioenschap.